Alright, tijd voor een nieuwe Mechanicast. En deze maand, zoals een goede gewoonte, doen we ook altijd een Creator of the Month. En deze maand is dat niemand minder dan Miel van de Pieten. Dag Miel, hey. Wauw, ja, dankjewel, ik ben vereerd. Misschien dat ik een soort van titel had gewonnen, dankjewel. Dat doen wij, ja, wij doen dat maandelijks. En ja, uw strip viel mij wel op. Maar ik heb ze wel een beetje over u opgezocht. En in sommige, moet ik het zeggen, artikels of strip-info, websites en dergelijke, noemen ze het uw debuutalbum. Nou, je hebt al wel wat meer gedaan dan dat, denk ik. Hè? Of vergis ik? Ja, ik denk dat dat ook wel logisch is, want ik heb een opleiding gedaan, beeldverhaal in Brussel. Ja. Je hebt ongetwijfeld al mensen gesproken die het ook hebben gedaan, andere auteurs. En dan, ja, als je dat 4 jaar doet, dan maak je een hoop projecten, schoolprojecten meestal. En ik heb het geluk gehad, daar, ja, toch 1 daarvan heb ik op Pulp Deluxe kunnen publiceren. Daar heb ik ook een nominatie voor gehad, voor een prijs dan, voor de plastieke plunk. Ah, ja. Dus dat soort dingen tellen dan wel mee als publicaties. Maar Centralia is het eerste echte boek. Met een ISBN-nummer, met zijn hardcover en al die dingen. Zelf zie ik het als mijn debuut, eigenlijk. Ja, het is ook een schoon boek. Ik kan wel even zo laten zien, zoals je biedt in de werk laten bekijken. Ja. De manier waarop het gedrukt is, daar ben ik enorm tevreden mee. Ja, dat Scratch, die maken altijd heel schoon boeken, hè. Mm-hmm. Dus die weten wel wat ze nog mee moeten doen. Is dat iets? Ja, 100%. Is dat een... Dat is misschien als de eerste keer dat ik dat vraag eigenlijk onder een tekenaar. Heb je eigenlijk op voorhand, want je weet, je tekent en je hebt beelden in je kop, waar die iets gewoon moeten zijn. Maar had je een beeld in je kop van hoe je boek er moest uitzien? Wist je dat het een hardcover moest zijn, bijvoorbeeld, om er een stom ding van te zeggen? Dat is iets heel interessants. 5 jaar geleden, toen ik gewoon zo een fan was, trok ik me er niets van aan. Ik keek gewoon naar de prijs van een boek en naar het aantal pagina's. En dan, als de verhouding voordelig was voor mij, kocht ik het. Dus ik kocht uitsluitend softcovers en zo. Sindsdien is mijn kast vol, dus nu koop ik enkel nog net mooie boeken. Vooral hardcovers dus. Dus er zijn 2 filosofieën en ik heb begrip voor ze allebei. Omdat ik tegenwoordig hardcovers mooier vind en omdat dat ook wel zo'n exclusievere uitstraling heeft. Daarom genoot dat mijn voorkeur en Scratch is daar ook wel heel goed in. Dus we hebben samen beslist om het zo te doen. Ja. Maar dat was inderdaad een discussie. Het formaat, papier, keuze, al die dingen. Daar wordt wel over gepraat. Zelfs de kleur van het lintje waarmee het boek gebonden is. Oh my god. Ze hebben mij de optie gegeven om die te kiezen. Dan zeg ik... hier al, mijn binnenkant. Ja, als je naar boven kijkt. Ja, ja dat moest ook een warme kleur zijn. Jesus Christ, hoe ver gaat dat? Allee, ja, gek, hè? Ja, dat is echt zot. Want uw andere publiek... kan daar super ver in gaan. Ja, absoluut, absoluut. Want uw andere publicaties waren dan onderdeel van magazines of van hoe moet ik dat noemen? Ja. Wel, de vorige 3 publicaties zijn eigenlijk online allemaal op Pulp Deluxe. Dat is een platformpje waar studenten, beeldverhaal en meer artistieke striptekenaars een publiek kunnen vinden. Ja. En sommige van die dingen heb ik ook al zelf geprint en in eigen beheer verkocht. Maar dat was nooit zo grootschalig als nu. Alright. Want een paar van die dingen, ik kon er eens in eentje aanhalen, eens zien dat ik dat tuurlijk. Kan laten zien. Sommige van die dingen zijn 3-4 jaar oud. Dus ja, het is wel... Ja, bijvoorbeeld deze is nu het narrenpak. Dat is nu het eerste dat ik erbij pak. Ja, dat ziet er al helemaal anders uit dan hetgeen dat nu een centrale. Ja. Dus voelde dat zelf ook dat je verandert of verbetert? Of... Zeker, ja. Toen zat ik in het 2e jaar van mijn opleiding. Dus oké. Ik was al 1,5 jaar aan het tekenen toen ik hiermee begon. Amai. 1,5 jaar voltijds aan het tekenen, zeg maar. Ik vind dat niet slecht voor zo kort. Allee, maar ik neem aan dat je voordat je de opleiding gevolgd hebt, dat je wel als jonge gast in het middelbaar ook al tekende en zo. Ja, zeker. Ja. Maar dan op woensdagnamiddag, hè, zo deeltijdskunstonderwijs. Dit was, vanaf dan was het professioneel, zo gezegd, of voltijds. Het was mijn studie. En dat was dus ook een schoolopdracht, één die op veel studiepunten stond, waar ik dus veel tijd in heb gestoken. En dan had ik het geluk, zoals ik eerder zei, dat die voor een plastieke plunk genomineerd werd. En dat was dan een beetje het begin van mijn eerste echte publicatie.
Alright. En wat was dan de... Ik kan hem nog eens bijpakken. Wat was dan de opdracht hier eigenlijk? Ik kan mijn eigen wel inbeelden, dat het niet zo simpel. Het was typisch kunstschool. We moesten kijken naar een documentaire over... Hoe heette die man? Een of andere soort van historicus die het op zich had genomen om, ik geloof, volkmuziek en traditionele muziek op te nemen. Eh? En hij reisde de wereld rond en nam allerlei soorten muziek op. En moest ons laten inspireren door die documentaire. En dan maakte iedereen iets dat amper te maken had met documentaire. Zoals ook bij mij. Het is niet herkenbaar. Maar, nee. Ja, de inspiratie was dus een verhaal over iemand die muziek opnam. Maar ik neem dat wel aan. Mijn... Ja, zeg maar, sorry. Ja, goh, wat ik er dan mee gedaan heb, is een soort van body horror verhaal bijna over een groep muzikanten die verslonden wordt door een grote machine. Zalig. Ja, dat is het moeilijke natuurlijk, denk ik, dat je... Allee, dat is mij elke opdracht zo. Het, zeker in een creatieve sector, is de goesting erin vinden of je eigen ding erin vinden, dat je het wel wilt maken, gelijk dat je het... Wat kun je iets tegen goesting ook mooi tekenen? Ik denk het wel, ja. Ja, bij die opleiding zijn opnieuw twee filosofieën. Hè. Enerzijds doe je de hele tijd wat je wil en ontdek je zo je eigen stem. Anderzijds kan je voorbereid worden op het meer commerciële leven waar je dan voor studio's gaat werken en ook dingen moet doen die je minder aanspreken. Ja. En bij Luca was het vooral die eerste stroming dat we heel veel vrijgelaten werden. Maar ik denk zeker dat het mogelijk is om plezier te vinden in opdrachten die van bovenaf komen, waar je minder zelf die inbreng hebt. Ja. Ja, dat moet ook wel, hè. Anders liefst, wordt het heel snel heel vervelend. Ja, en ik denk ook gewoon dat je beide moet kunnen combineren om centen te verdienen. Of je moest al echt heel ver staan dat echt iedereen in je gelooft en je naam kent. En dat je daardoor... Ja, ja. Dankzij uw naam bekend. Er zijn ook mensen voor wie dat de grote droom is. Hè? Die willen in opdracht werken voor Marvel of DC. Die willen niet per se zelf iets bedenken, zolang ze hun favoriete personages in die reeds bestaande stijl mogen tekenen, zijn ze gelukkig. Ja, dat is ook... Zelf heb ik minder die drang, maar heel veel tekenaars hebben dat. Hè? Ja. Dus heb je, om het nu op het volgende te pakken. Uw andere opdracht, want je hebt er drie gepubliceerd gehad. Dat heet dan de titel Train World. Dat vorige was Narrenpak, dat zagen de mensen. Ik neem aan dat dat dan voor de dingen was, voor het museum. Of vergis ik mij? Ah, nee. Dat was een zomervakantie waar ik heel veel op de trein had gezeten. En ik had zin om tekeningen van treinen te maken. Zalig. Het wordt wel een gegeven moment surrealistisch, hè? Of vergis ik mij hierin? Ja, toch wel een beetje. Ja, je hebt een trein die vijfhoekig is en over drie sporen, of misschien wel meer, tegelijk rijdt. Ja. Ja, dus hier, deze is al in een later stadium van uw kunnen, denk ik, hè? Niet? Ja, dat was een jaartje later, denk ik. Zalig. Ja, echt knap. Om het eerst even te hebben over die goesting om te tekenen. En je deed het zelf altijd al in uw vrije tijd, op woensdagnamiddag, of dat je het effectief ging professioneel ging doen. Waar je zelf ook een strip van had? Dat is eerder laat begonnen, eigenlijk. Er was een moment op mijn 16e dat ik plots heel veel manga's ben beginnen lezen. Okay. En niet veel later ook Amerikaanse comics. Tot dan toe was het enkel de klassieke Vlaamse strips. En die las ik wel, maar niet fanatiek of zo. Niet intens, belevend of bekijkend van amai. Dat wil ik ook kunnen. Nee, dat was gewoon een ding. Zoals de radio en de tv ook een ding zijn. Maar dan rond mijn 16 is er wel echt iets veranderd. Ik denk door die superheldenfilms onder andere, dat ik dan ontdekt had van, wauw, er zijn ook strips waarin al die personages samen bestaan en samenkomen en die delen een geschiedenis die al 75 jaar teruggaat. En dat wou ik dan allemaal ontdekken. En dan heb ik een paar jaar lang heel fanatiek heel veel strips gelezen. Maar dan, eens je in de kunstschool terechtkomt, heel veel mensen verliezen dan een beetje die interesse, omdat ze dan meer een alternatief pad opgaan of zo. Maar nu is het wel aan het terugkomen. Okay. Nu ben ik weer heel veel aan het lezen.
En noem eens wat titels. Gelijk bij die manga, wat las je heel graag? Maar ja, dat was gewoon Naruto en zo. En One Piece. Dat mag, hè? Dat is goed, hè? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, daar ben ik niet super ver in gegaan. En nu, gisteren heb ik nog eens twee albums van Sin City van Frank Miller herlezen. Die in mijn kast stonden. Ja, mijn oog viel erop en ik kreeg plots zin om die te herlezen. Maar dat is ook gevaarlijk, ja. Hè? Ik vind het tof dat je dat voorbeeld doorneemt van Sin City. Daar is een Frank Miller. Dat vind ik dan weer al... Dat moet je mee oppassen. Die mens kan heel schoon tekenen. Maar dat is ook op een gegeven moment ook bergaf gegaan. Hè. Ik weet niet of je dat al weet. Die heeft bijvoorbeeld daarna 300 en zo. Is ook heel goed. Maar daarna heeft hij nog iets gedaan. De Xerxes of een zoveelste Dark Knight Returns. En je merkt wel dat hij dan... Ja, er zit ook sleet op den duur. Dus dat is ook zoiets van... Allee, het blijft een beetje een gulden middenweg om goed te blijven en op den duur niet te veel op uw naam te teren. Ik denk dat die man ook wel een geval apart is. Ik heb zo'n verhaal gehoord tijdens de Dark Knight. Is het de tweede, Strikes Again. Ja. Halverwege de productie van dat boek is geloof ik 9-11 gebeurd. Dat heeft voor hem zo een klik teweeg gebracht... En dan is zijn schrijven beginnen beïnvloeden dat het allemaal heel extreem en gewelddadig en pessimistisch werd. En zijn tekenstijl was inderdaad wel achteruit aan het gaan. Maar ik geloof dat het bij hem vooral een verandering in mentaliteit of zo was. Inderdaad, 20 jaar lang tekent voltijds, dan gebeurt dat misschien wel best wel. Ik denk dat hij ook daarna heeft hem ook iets over terrorisme gedaan. Holy Terror. Ja, is dat met Batman die tegen de Al-Qaeda vecht en zo? Of is een soort van Batman, maar het is niet Batman. Ja. Want ik denk niet dat DC Batman voor mocht laten gebruiken. En dat ging dan wel heel wijd. Maar je noemde ook andere inspiraties voor u, hè, qua tekenaars. Geoff Darrow. Ja, hele grote. Ja. En er is een link met Frank Miller, uiteraard. Hardboiled en zo. Klopt. Was een samenwerking, als ik het goed heb. Ja. Die heb ik bij jullie gekocht trouwens, in de winkel. Kijk eens aan. Een jaar geleden, ik had een bon gekregen. Ja. Ik vraag me eigenlijk altijd af. De manier waarop die... Nee, zeg maar, sorry. De details en al die dingen. En ook hoe die bereid is echt te focussen op zo één scène of één gebeurtenis. En daar dan enorm veel ruimte aan te geven. In Shaolin Cowboy is er zo'n scène waar de cowboy twee kettingzagen vast heeft en er komt een leger zombies aan. Op een hele lange stok. Lang zie je gewoon... Ja. Een hele lange stok in een... Ja. 40 pagina's lang is die gewoon rondjes aan het draaien en de zombies, de lichaamsdelen vliegen naar alle kanten. En dat is iets dat ik nog nooit had gezien in strips. Vaak wordt er heel veel en heel weinig ruimte samengepropt en die neemt echt gewoon, wat is dat, een half jaar lang de tijd waarschijnlijk, want dat zal zijn hoe lang het duurt, om dat allemaal meticuleus te tekenen. En... In dat opzicht is dat een grote inspiratie. En dan ook de thematiek, die robots en die stadsgezichten en alles, vind ik ook geweldig. En ook heel tof met de Shaolin Cowboy. Fantastische comic en een debiel einde van hier tot in Tokio. Hè. Dus je hebt een zombieplaag en hij gaat lopen van die zombies en op een gegeven moment, hij vecht terug. Ja. En het einde is zo ludiek, daarom ik gewoon aan mijn cliffhanger voor luisteraars. Het einde is zo ludiek dat je denkt van, allee, daarvoor is al die moeite van heel die comic gedaan om dan zo te eindigen. Dat is hilarisch. Heb jij dat eigenlijk ook, dat, juist gelijk Geoff Darrow, voor de mensen die je niet kennen, het is gelijk dat je zegt, die kan zo hard een scène uitspinnen of zelfs op één splash page een tekening tekenen dat tot in de details, tot in de kogelhulzen, zal ik maar zeggen, miniem is. Heb jij dat geduld ook? Zit jij ook soms zo aan tekeningen bezig? Want ik kijk maar hier, om nou maar iets stom te zeggen, ik heb het hier nog altijd voor mij liggen. Die in Train World, ik heb hier een derde voorbeeld. Om zelfs maar te zeggen, die achtergrond, die een toren, jij hebt zelfs elke baksteen getekend. Dat is oké, dat is wel gewoon het vierkantje, een baksteen. Ja. Maar dat is toch veel geduld. Volgens mij heb je heel veel geduld. Kan dat? Ja, dat is wel waar. Ik vind het vooral leuk om bezig te zijn met iets. Maar ik vind het vervelend om te beginnen aan iets nieuws of te stoppen met iets. En als ik gewoon dat stuk in het midden kan rekken door eindeloos details toe te voegen, dat, voor mij is dat het meest
aangename deel van het proces. Dus daar rek ik dan soms op een overbodige manier. Die baksteentjes waren niet nodig eigenlijk, maar ik was bezig en ik vond het, ja, ik was op mijn gemak, dus dan kon ik niet stoppen. Maar dat is uw stijl, hè? Dan vraag ik me eigen af, heeft dat iets psychologisch à la een angst om niet of niet nieuw te willen beginnen of te willen stoppen met wat ik gewoon doen ze? Allee, dat kan, hè? Dat is niet slecht bedoeld, hè? Dat iedereen heeft wel zo'n dingen. Dus dat kan zijn dat je helemaal je eigen niet inziet en je geniet er zo hard van dat je niet wilt dat dat stopt. Ik denk dat dat wel heel waar is, ja. Ik zou eens goed moeten nadenken of dat ook op andere aspecten van mijn leven van toepassing is. Maar dat is voilà, denk dat je daar iets op het spoor bent. Als uw werk misschien een voorbode is van andere dingen, ja, dan moeten we eens kijken doordat er inderdaad een lijn in is in te trekken. Maar ja, aan de andere kant, perfectionisme is niet per se een slecht ding. Hè. Dat is ook heel goed. Hè. Ja, dat is waar. Dat doe je heel, heel, heel knap. We gaan het eens hebben over uw boek. Okay. Eerste vraag, dat is al direct een heel duidelijke. Hoe stel jij tegenover de definitie of de term graphic novel? Is het een graphic novel of is het een strip? Hoe wil je het liefst noemen? Ik vind dat beide oké zijn. Ze worden ook wel als synoniemen gebruikt. Voor mij een strip en ook banden dessinée impliceert dat het bandjes zijn, stripjes. Klopt. En dat formaat heb ik in mijn boek niet gerespecteerd. Dus in dat opzicht is het geen strip. Maar allez, het is duidelijk wat mensen bedoelen als ze strip zeggen. Hè. Dus voor mij let ik er niet zo hard op. Ja, ik noem het vaak gewoon een boek, eigenlijk. Want dat is, het, dat is wat het is, hè. Een kookboek is ook een boek. Of er nu tekeningen of letters of foto's in staan, het is een boek. Ik heb een boek gemaakt. Dat is waar, maar als mensen aan mij vragen wat ik doe, dan zeg ik toch liever dat ik een stripboekwinkel heb dan dat ik een boekenwinkel heb. Ik weet niet waarom. Dat is toch... Dat klinkt iets... Ja, snap je? Dat klinkt iets avontuurlijker. Dus je moet eigenlijk uw boek niet zomaar een boek noemen. Het heeft wel... Ah ja, vind ik, hè. Dat is toch iets... Ja. Maar tegelijk is het de meest overkoepelende en correcte term. Dus het hangt er vanaf van wie ik aan het praten ben. Ja, voilà. Ja, hangt echt af van het publiek. Wat heb je eigenlijk het eerste bedacht? Want we hebben, voor de mensen die... Ik kon even mijn kleine synopsis geven. We moeten maar zeggen wat juist is of niet. We zitten in een soort post-apocalyptische wereld. En we zitten met mensen die van een bepaalde, van een naburige stad komen. En ze weten dat er in een andere stad, blijkbaar een spookstad, schatten te vinden zijn. En ze willen die gaan halen, maar er zijn natuurlijk ook rivaliserende bendes onder de naam de Neusapen. Vind ik heel fijn gevonden. Die er ook achter zitten. En zo maken ze van alles mee. Zonder al te veel prijs te geven. Waar ze de eerst op gekomen? Op het idee of ze de eerst beelden beginnen schetsen? Want het lijkt mij wel alle twee interessant om als eerste op iets op te komen. Ja, het was wel... Ja, het idee van de setting was er eerst. In het epiloog vermeld ik ook dat... Ja, niet per se dat eigenlijk. In het epiloog vermeld ik ook dat er een historische stad was die de inspiratie vormde. Ja? Ik had daar een podcast over gehoord. Oké. En dat heeft mij aan het denken gezet van... Ja, ik ga er niet te veel over zeggen, over die historische setting. Google het woord Centralia, dan vind je alle info die je nodig hebt. De Dolop was de podcast waar ik dat gehoord. Okay. Ik geloof aflevering 85 of zo ongeveer. Okay. Maar ja, ik dacht van... Oh, er is hier iets heel speciaals gebeurd met een klein dorpje met 2000 inwoners. Wat als die situatie zich had voorgedaan in een megastad? Wat waren dan de gevolgen geweest? En dan vandaar heb ik alles fantastischer en grootser gemaakt, want het is een strip of graphic novel en je kan het tekenen zo gek als je wil. Dus dan moet je daar ook gebruik van maken, vind ik. Of dat is toch wat ik zelf graag doe. Ja. Dus ik heb alles gewoon opgeblazen en gekker gemaakt. En het was mijn afstudeerproject aan Luca. Dus ik dacht, misschien is het de enige kans die ik ooit krijg om een jaar lang aan het boek te werken. Ja. Ik ga gewoon alles wat ik zelf leuk vind erin proppen. Ja.
we zien wel of het samenpast of niet. Ja. Dus er zijn sindsdien nog wel invloeden bijgekomen. En ja, heel veel gekke personages en situaties. Alles dat ik per se ooit getekend wilde hebben, zit erin. Dus je hebt eigenlijk een verhaal gecreëerd met alle aspecten waar je graag wou tekenen. Was dat moeilijk of niet? Of ging dat vanzelf? Want ik neem al aan, hè, je hebt strips waar zelfs twee personen aan werken. Iemand die het verhaal bedenkt en iemand anders die moet tekenen. En ik vind het altijd gevaarlijk dat een tekenaar zelf zijn verhaal bedenkt, omdat hij dan alleen maar dingen bedenkt dat hij zelf wil tekenen of kan tekenen. Ja, dat is inderdaad wel een grote valkuil. Ik kan zelf niet uitmaken in welke mate ik daarin ben gevallen. Oké. Ja, ik heb inderdaad gewoon alles wat ik zelf interessant vind erin proberen steken. Ik denk dat ik wel veel dingen interessant vind. Dus dat spreekt misschien in mijn voordeel. Want het is een heel mooi boek, hè? Daarom zitten we hier, hè? Ja. Oké. Ik vind het ontzettend knap en het is heel tof. Want om maar iets te zeggen, wat je daarnet allemaal liet zien van Train World en van dat Narrenpact en zo, heb je heel veel gebouwen. Maar uw setting dat je nu gecreëerd hebt, is ook ontzettend knap. Hè? Je zit met een beetje een verloren wereld. Je voelt ook de hitte met momenten van de pagina afspatten, zonder dat je daarvoor per se zelf zonder te veel te zeggen, op een hete tarmac van een baan zit, of dat je de voetzolen zouden smelten van de hitte van het asfalt. Daarom, want je hebt echt alles zelf gedaan, ook gekleurd. Alles, ja. Daar ben ik heel blij mee, met de inkleuring. Dat was altijd mijn zwakke punt, maar hier is het wel heel mooi samengekomen. Ja, het is waanzin. Het is heel knap gedaan. Ik kan niet tekenen, hè. Ik ben alleen maar zo de dude die dingen moet verkopen. En wilt verkopen. En deze is, heel fijn om aan klanten te laten zien die er niks van kennen. Je ziet ook de combinatie van de western feel, van die canyon, samen met het post-apocalyptische, van iets dat toch een bepaalde vorm van beschaving toont en eigenlijk er toch ook niet meer is heel fijn gedaan, hè. Hoe heb je ingekleurd? Is dat allemaal bij computer gedaan? Of heb je ook dingen... Ik neem aan dat je de tekeningen met de hand hebt gedaan. Of... Ja, de tekeningen zijn redelijk ouderwets. Dus eerst een potlood, dan met een kroontjespen op papier. Maar de inkleuring is digitaal. Omdat ik mij daar ook heel vaak in vergist heb of dingen opnieuw wilde doen. Ja. En lang op gezocht heb. Dus daar moest wat meer flexibiliteit mogelijk zijn. Nee, maar het is waanzinnig. Het is echt knap. Heel knap gedaan. Ik ken iemand, ik heb een paar afleveringen geleden met M.E. de Jong gepraat. Ja. Ik weet niet of je haar kent. Nog nooit ontmoet, maar ik ken haar werk. Zo. Ja. Ja, een collega, in zekere zin, ook bij Scratchbooks. Voilà. Die heeft ook iets met een, ik kon niet zeggen eenzelfde soort setting, maar het voelt wel hetzelfde aan, haar Dagen van Zand. Ja, Dagen van Zand. Moet je nog lezen. Voilà, zij heeft er ook ontzettend veel tijd in gestoken van er layers over te leggen, van die zandfilters en zo. En jij kunt dat ook, maar jij doet dat dan nog mee. Ik ben niet een leek, hè. Ik heb geen opleidingen gevolgd of niet. Ik probeer gewoon te zeggen wat ik zie. Jij doet dat met je potlood. Ik vind dat jij heel hard met je schaduwen en je potlood doet ook heel hard om Möbius denken. Die heeft dat ook dat fijne tekenwerk in dingen erin zitten. Dat is just my two cents. Hè. Dus ik vind het wel knap. En toch, je hebt je eigen stijl. Hè. Je hebt je eigen figuren. Je eigen personages. Ik las ergens ook, ik denk dat het in je eigen biografie was op je site, dat je ook liefst zo weinig mogelijk mensen tekende. Ja, klopt. Komt u toch goed af? Goh. Daar is echt ruimte voor verbetering. Pas op. Ze drukken per tang nog goed en dat past ook wel goed in het verhaal. Ja, het kan ermee door. Zeker. Ik vind niet dat je er... je moet er niet voor onder doen, veranderen. Dus het is een waanzinnige graphic novel, Miel. Echt waar. Ja, dank je wel. Ja.
Maar allee, dat is wel iets, misschien dat ik mij dan inbeeld of zo, maar zelf is dat wel iets waar ik nog oncomfortabel mee ben. Met figuren en mensen zomaar spontaan tekenen. Ik heb nu al een paar CR-sessies gedaan en ik ben ook al veel naar stripbeurzen geweest. En daar heb je echt mensen die spontaan een Batman kunnen tekenen. Met zo'n cape die achter hem aan wappert met schaduwen die kloppen. Ja. Op zo'n grote spot blacks heet dat dan. Heel snel, heel dynamisch. En ja, dan mis ik gewoon nog. Ik ben nog op aan het oefenen. Dus ja. Ik ga er goed in worden. Want heb je vaak. Want bij u, hè, om terug eens vergelijk te trekken met Geoff Darrow, heb je in uw geestesoog al helemaal wat je wilt tekenen? Of ga je gaandeweg meer en meer evolueert het beeld dat je in je hoofd had van hetgeen dat je wilt tekenen tegelijkertijd met je tekening? Of heeft dat zich al gevormd en zit je dat gewoon uit je hoofd onttekenen? Mm-hmm. Het is zeker niet zo dat ik in mijn hoofd een perfect referentieplaatje zie. Dat zou wel mooi zijn. Ik maak gewoon heel veel borden op Pinterest en dan zorg ik dat die openstaan en dan combineer ik dingen. Voilà. Ik denk dan zie ik het samenkomen, inderdaad. Want ik denk net dat die andere artiesten dat je noemt, die hebben bepaalde dingen, gelijke figuren en zo. Dat steekt al zo hard vast in je hoofd, dat die gewoon... Die kunnen zelfs ondertussen babbelen en zo, en dat stond op dat blad. Dus ik denk dat dat iets is, dat gewoon met de jaren gaat dat wel komen, neem ik aan. Dat is waar, ja. Absoluut. Zit je al mee iets nieuws bezig? Of zijn er nog projecten die op van til zijn? Want je zegt wel van... Komt zeker een nieuw boek. En ik ben ermee bezig. Ik heb nog geen definitief pagina's getekend. Of zelfs al scripts geschreven. Of toch niet definitief, maar ik ben er aan bezig. En het zal er komen. Absoluut. Ik heb al een half schetsboek volgetekend met dingen die in het boek gaan komen. Dus de voorbereidingen zijn, worden getroffen op dit moment. Voilà. Dus en heb je nu met dit eerste boek... ik neem aan, je zei van beroep, zijn er dan grafisch vormgever? En... Wel, ik denk dat dat een beetje aansluit bij wat je eerder zei, dat ik slecht ben in nieuwe dingen beginnen. Ik ben gewoon verder gaan studeren eigenlijk, dus ik ben nog officieel student. Ah, ja. Ik ben nu bezig met een opleiding Game Graphics Production, dus zo 3D design en zo. En ik probeer dit erbij te nemen. Dus ik ben... In bijberoep, zo heet het dan, student-ondernemer heet dat geloof ik. Ik ben deeltijd zelfstandig. Oké. Op den duur, het is meer skills verwerven, hè. Want ik denk wel dat deze misschien wel een beetje een poort heeft opengezet. Dus ook het feit dat je al de plastieke plunk hebt gewonnen, dat daar wel dingen zijn. Genomineerd. Oh, maar dat vind ik ook al niet slecht. Ik geloof bij de publieksprijs dat ik tweede plaats had of zo. Dus het scheelde niet veel. Nee, maar daarom... Het is een debuut nu, hè. Ook nu dat we effectief iets fysiek in de winkels hebben liggen, denk ik wel dat je daar stilaan meer en meer mee kunt gaan doen. Het feit dat je ook al een idee hebt. Hou dat vast, werk dat uit. Scratch heeft nu deze uitgebracht en ik denk wel dat hij goed marcheert. Bij ons zijn er al een paar over de toonbank gegaan, want hij is nog vrij recent, maar hij is denk ik een maand oud, of vergis ik mij? Zoiets. Ja, een maand nu, ja. Voilà. Het zijn nu de feestdagen, dus uw timing is ook heel goed, want het is ook een perfect cadeau-idee. ik laat hem graag aan mensen zien die op zoek zijn naar een goede graphic novel. Zo, daar ligt hem dan wel ook bij ons. Maar het heeft ook iets voor... Ik laat hem ook graag zien aan mensen die dan ook mee afkomen van ik lees graag François Schuiten en die dingen. Dat je ook de sfeerschepping van achtergrond moet hebben. En daar zijn we hier wel heel hard mee geslaagd, vind ik. Ja. Dat was een van mijn grote doelstellingen ook al bij dit boek. Ik vind ook dat strips in het algemeen een perfect medium zijn daarvoor. Als je zo'n pagina omslaat en je ziet, en het is een pagina zonder tekst, of zelfs met tekst. In één oogopslag zie je wel alle plaatjes die erop staan, ook al begin je ze pas linksbovenaan te lezen. En dan zie je dezelfde locatie vanuit vier verschillende aanzichten.
in één keer. Mm. En dat gebeurt niet in films, en al zeker niet in boeken. En dat is een heel uniek gegeven dat ik wel wilde uitspelen in dit boek. François Schuit is iemand die dat heel goed doet. Akira is mijn grootste inspiratie op dat vlak. Zo de manier waarop die stad wordt getoond. Ja. Je hebt echt het gevoel dat je, ja, je kan oriënteren daarin. Wat gek is, want de hele stad wordt vernietigd om de 100 pagina's. Ja, ja. Maar dat was zeker een focus voor mij. Ja, dat is knap. Het is echt leuk. Zijn er zo nog... Nu moet ik... Wacht, dan wou ik even nadenken. Heb je eigenlijk over de... Hey, om terug te komen op de personages, dat dan niet uw ding was, heb je er lang over moeten denken, want het is een handvol personages, maar we waren vrij snel mee. Ja, we hebben de onderzoeksjournalisten die van alles meer wilt weten, een beetje de stugge cowboy erbij, de jonge hulp ervan. Heb je er lang over moeten denken om die personages karakter te geven? Of is dat vrij vlot gekomen? Het is redelijk vlot gegaan, maar ik had ook al weinig keus, want het was mijn afstudeerproject dat ik wel herwerkt heb sindsdien. Maar er was dus al vanaf het begin een deadline. Op het moment dat ik eraan begon te schrijven, moest het eigenlijk af zijn in een bepaalde vorm 9 maanden later. Oh ja. Dus ik heb toen weinig tijd gestoken in de personages en in de vormgeving ervan. Een beetje te weinig, daarom dat ik nu zit met dat idee dat het beter had kunnen, waarschijnlijk. Maar ja, dat heeft een maand geduurd, denk ik. En dan was ik al begonnen met echt definitief pagina's te tekenen. Ja. Maar het ging redelijk snel. Dus die opdracht was eigenlijk gewoon, hè, dat is uw eindproject. Doet ermee wat je wilt. En wat moest jij dan eerst al binnenbrengen? Een script of zo? Zelfs niet echt. Storyboards? Nee, ja, dat was eigenlijk heel goed geweest. Nee, we moesten gewoon een presentatie voorbereiden. En dat kon alles inhouden wat we zelf wilden. Die moest in november klaar zijn. En dan op basis daarvan kregen we een promotor toegewezen die dan past bij dat project. En die zou het dan 1-op-1 verder uitwerken. En ik had wel een storyboard gemaakt, maar niet iedereen heeft dat gedaan. Ook niet iedereen heeft een strip of een graphic novel gemaakt. Sommige mensen... De enige voorwaarde die er was dat het beeldend en verhalend was. Ja. Dus een reeks illustraties of zo volstond eigenlijk ook. Een kinderboek was ook goed. Maar voor mij moest het wel echt een meer klassieke strip of graphic novel zijn. Okay. Maar ik heb een storyboard gemaakt, inderdaad. Daar is het mee begonnen. Ah, oké, op die manier. Want nu ook, ik heb ook... je hebt mij ook in der tijd gemaild Kim, mijn collega, om eens te komen signeren. Maar wij zaten toen stilaan in de feestdag, dus wij hadden het heel druk. Mm-hmm. En signeersessies zijn hier niet altijd heel succesvol. Daarom dat we daar nog even moesten denken dat we nog een datum vinden. Maar je sprak ook over dat jij zelfs in het Marx Leen Museum dan zat. Hoe zit het daar dan in terechtgekomen? Door heel veel geluk, eigenlijk. Dus het Marx Leen Museum, voor wie het niet kent, is in de Zandstraat tegenover het Stripmuseum. Het is het kleine broertje, maar dan ook wel echt het hele kleine broertje van het Stripmuseum. We krijgen 50-tal bezoekers per dag. Okay. En omdat op... Ja, men was niet zeker of het opengehouden zou worden, het museum. En dan kwam iemand, ik weet niet zeker wie, met het idee om daar de gele kubus neer te zetten. Dat is een klein ateliertje dat in het midden van het museum staat. En elke dag dat het open is, is daar iemand aan het werk. Die kan gewoon aan zijn eigen projecten werken. Ik heb een groot deel van mijn boek daar kunnen maken. Ja. En alles wat we moeten doen, is ondertussen een oogje houden op het museum. Op die 50 bezoekers die daar binnenkomen. We moeten geen tickets of zo controleren. We moeten niet echt iets doen. Ja. Gewoon aanwezig zijn. En in ruil daarvoor worden we betaald om daar voor bewaking te zorgen. En krijgen we een hoop materiaal ter beschikking. Er staat daar een goede scanner, printer en zo. En dus daar werk ik 1 dag per week aan, in het verleden aan Centralia en aan het nieuwe project. Ah ja, oké, dat is wel slim. En mm-hmm. Er lag dan ook, want je werkte dan, maar er lag dan ook werk van, ligt dat er nu nog altijd schetsen? Ja. Of Centralia, the work in progress in der tijd? Ja, eigenlijk wel. Er is een kleine expo bezig met werk van mezelf en ook van de 4 andere... residenten van de kubus. Ja.
Dus, en ook van de voorgaande residenten. Dus voor wie in de buurt is, ik zou zeggen, spring zeker eens binnen. Het Alright. is een gratis museum, dus niets te verliezen. Waarom niet? Waarom niet? Ik wou ook nog even uw Wix-site, blijkbaar. Ah ja. Website is wat aandacht geven. Want ik heb hier uw illustraties erbij genomen. En dat zegt wel, ja. Daarom, dat heeft mij ook heel hard visueel aangetrokken. En daardoor maak ik graag dat vergelijk met schuiten. Wat je hier doet, dat zijn gewoon. Ik weet niet van waar is dat? Is dat Gent of is dat. Dat is Die allemaal bovenste Gent. drie zijn Gent, ja. Want ik herken zelfs precies iets in Antwerpen, zou ik eigenlijk al bekend te zeggen, maar. Ah ja. Dat is, Ja, die ja, kerk hier is in Brussel. de kerk is De Brussel. meeste gebouwen zijn uit Gent. Ja, want dat wit bijvoorbeeld, dat herken ik, zo'n gebouw herken ik ook, maar dat is dan in Wilrijk. Maar, hier is het een beetje Witcher geïnspireerd geraakt. Ja, dat was een opdracht van iemand. Die Zalig. wou een tekening van zijn huis met een verwijzing naar The Witcher. Dat is toch waanzinnig. Ja. Hoe komt de mens erbij? Dat vind ik wel heel knap. Ja, cool. En deze dan nog eens die in Train World, maar dan zijn er nog wat meer surreal gegaan. Ja. Ja, dat was eigenlijk de aanleiding. Denk ik. Dat was een deel van de aanleiding van het verhaal. Dat waren losse illustraties die ik had gemaakt op Escher-geïnspireerde treinstations. Als het Juist. goed is dit zo'n, hoe heet dat? Die knoop van Escher. Mobius, Ja, denk ik voilà. zeker? Ja, wel, dat met een treinspoor als Of mijn gelijk die een trap, uitgangspunt. of wat is dat? Die een hele tijd omhoog en naar Ja. beneden tegelijkertijd gaan. Ah ja, amai. Ja, dat zijn Ja, dat waanzinnige was dingen. gewoon het was gewoon een losse illustratie en dan dat verhaaltje van die treinconducteur was dan voor een deel daarop geïnspireerd. Ja, knap, Jan. Nee, dat zijn dingen echt waar. Zoiets dat. Ja, je ziet dat op een scherm, maar dat is ook echt genieten dat zoiets op papier zou staan, hè. Allee, ja, dat is nu mijn two cents, maar dat is, ik vind. Oh ja, ik vind het geweldig om die te kunnen printen en dan het echt te zien. Ja, ik heb hier mijn portfolio wat liggen. Voor Ja. kijkers is dat hetzelfde natuurlijk, hè? Maar zo om die dingen op papier te zien, dat vind ik altijd fantastisch. Dus ik heb hier een Zalig. hele map waar ik ze allemaal in stik. En wat ik juist ineens te vragen, bijvoorbeeld achter u, rechts achter u, wat zijn dat dan? Zijn dat ook allemaal van uw eigen tekeningen? Die zijn niet van mij. Dit is, hoe heet die? Ian McHugh is het, denk ik. Een concept artist waar ik fan van ben. Is heel bekend op Instagram. Oké. Dus het is niet alleen strips dat u inspireren, maar ook concept artists of. Ja, puur stilistisch, maar ja, inderdaad. Ja, ik vind die zijn stijl geweldig. Die kan, ja, is heel goed in digital painting, iets dat mij nooit echt is afgegaan. Ook analoog schilderen, niet mijn ding. Maar ja, het zijn coole beelden en er was een korting op zijn website. Dus dat is hoe het hier terecht is gekomen. Dat is een De geweldig. volgende is van Rand McDonald, denk een Amerikaanse striptekenaar die veel Rizzo-prints ook maakt en zo. Ik zou aan het denken Helemaal om. niet bekend. Echt nog nooit iets. Ja, ook gewoon iemand die ik op Instagram zag en dacht van, ah, die heeft een website, ik ga iets kopen. Ik zal het eens moeten opzoeken, want dat is mijn levensdoel, hè. Op den duur alles kennen, hè. Allee, dat is. Oh, succes daarmee. Ja. Ja, ik zit in de branche en ik ben geen goede student, nooit niet geweest, maar door eigenlijk erin te werken, begint dat wel te komen. Daarvoor, ik las ook alles, maar je lette nooit op namen. En nu wil ik dat meer die namen en die mensen kennen. Ik vind nog altijd, allee, inhoud van een boek is wat mij betreft nog altijd bekender, belangrijker dan te weten wie dat erachter zit. Ja. Allee, dat is ook uit een verkoopstandpunt gezien. Maar het is wel tof dat je op den duur wel kunt zien door een naam en dat je dan al half weet dat het misschien wel goed is. En ja, ik verwacht met uw naam dan ook nog wel eens terug opnieuw op een boek te zien. Dat zal zeker gebeuren. Ja, Nee, komt goed. daarom. Ik ben heel blij dat ik u even aan de lijn heb kunnen hebben om over uw boek Centralia te praten. Het is zeker de moeite.
dat is iets wat ik graag aanraad aan de mensen. Heel tof. Het is post-apocalyptisch, maar dan doorspekt met, hoe moet ik het zeggen, western. Dus ook van ver misschien wat Jeremiah-gevoel erin. Mm-hmm. Kan ik ook nog wel gebruiken. Ja, zeker. Alleen, misschien wel moet ik zeggen dat dit luchtiger getekend is qua personages dan een Jeremiah. Ja. Een Jeremiah die tekent heel... Ja, wat ze doen, is lelijke mensen tekenen. Jij hebt geen lelijke mensen getekend. Jij hebt normale mensen getekend. Ja. Of hele misvormde mensen. Zo zijn er ook een paar in het verhaal. Zo zijn er ook een paar, maar dat is, die hebben dan ook maskers op en dergelijke ook. Er is een reden voor. Nee, Emiel, ik vond het super. Centralia ligt natuurlijk in de betere stripwinkel. En in Antwerpen is dat de Mechanic, uiteraard. Mm-hmm. En bij deze benoem ik u dan nu officieel tot de reader of tot de creator of the month. Tot redder. Oh. Ja. Pas op, ik heb ook readers of the month, maar dat zijn dan mijn klanten die hun favoriete strips komen benoemen. Maar doe er meer mee, want het is echt heel hard de moeite wat je tentoonstelt en wat je laat zien in je boek. Dus ik ben grote fan. Absoluut. Ja, dankjewel. Ja, het betekent helemaal te horen en het wordt gewaardeerd. Super. Bedankt. Wel, Miel, heel erg bedankt. En mensen allemaal bedankt om te kijken en of te luisteren. En tot de volgende keer. Salut, ja, tot ziens. Dag. Mechanicast is de podcast van Mechanic Strip. Te bekijken op YouTube en te beluisteren op Spotify, iTunes en SoundCloud. Vormgeving en techniek door Developing Productions.